Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt? op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Dit is de tweede en laatste bijlage, die met goedkeuring van de auteur aan de Nederlandse editie is toegevoegd. Hiermee wordt het boek ook afgesloten. Dr. Stenger versus Dr. Andrews. Dr. Victor Stenger, natuurkundige, atheïst en auteur van God, een onhoudbare hypothese, schreef een verweer op mijn recensie van zijn boek, te vinden in hoofdstuk 5 van Wie heeft God gemaakt? Ik geloof sterk in het recht op verweer, dus ik geef zijn antwoord hier paragraaf na paragraaf volledig weer, gevolgd door mijn commentaar. Ik waardeer dokter Stengers objectieve benadering van het debat, die zich volledig onderscheidt van de vaak zeer venijnige reacties van andere atheïstische wetenschappers. Ik verwijs hier naar dokter Stenger met VS. Hij verwijst naar mijn boek met wie en naar zijn eigen boek met God. Ik verwijs naar mijn boek met W.G.G. Ik heb zijn paragrafen genummerd. En mijn antwoorden staan er tussen haakjes onder. En dan even een opmerking van mij, de spreker. Omdat het moeilijk te volgen is wanneer steeds verschillende afkortingen voor hetzelfde boek gebruikt worden, heb ik deze niet gebruikt, maar de titel steeds volledig uitgesproken. En wanneer dokter Stenger naar zijn boek verwijst, laat ik hem gewoon mijn boek zeggen. Daar gaan we. Antwoorden aan Edgar Andrews. Wie heeft God gemaakt? Op zoek naar een allesverklarende theorie, verwijzend naar Victor J. Stenger. God, een onhoudbare hypothese. Hoe de wetenschap bewijst dat God niet bestaat. Veen Magazines, Diemen, 2008. 1. Pagina 57. Wie heeft God gemaakt? Citaat: Victor Stinger zegt in zijn boek op pagina 114: als het universum dan toch een oorzaak heeft, waarom zou dat dan niet een natuurlijke oorzaak kunnen zijn? Hij lijkt te denken dat het mogelijk is, maar dan zou hij ook verplicht zijn om de natuurlijke oorzaak van de oorzaak uit te leggen, en de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak en zo verder. Tot in het oneindige. Einde citaat. Op dat moment had ik net mijn betoog afgerond, waarmee ik aantoon dat het universum geen oorzaak hoeft te hebben, omdat veel kwantumgebeurtenissen ook geen oorzaak hebben. Het punt is hier dat zelfs als aangetoond kon worden, dat alles een oorzaak moet hebben, die oorzaak niet God hoeft te zijn. Bovendien geldt hetzelfde argument ook voor God. Wie veroorzaakte God? Het gebruikelijke antwoord is dat God de eerste onveroorzaakte oorzaak is. Maar als God onveroorzaakt kan zijn, waarom kan dat dan niet ook gelden voor het universum? Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews. Door de suggestie dat veel kwantumgebeurtenissen geen oorzaak hebben, zegt Victor Stenger niet meer. Dan dat ze spontaan optreden. Maar een spontane gebeurtenis is geen onveroorzaakte gebeurtenis. Het is een dubbele onzekerheid die afhankelijk is van. a. de al aanwezige, vooraf bestaande toestand van het betreffende systeem. en b. de natuurkundige wetten die voor dat systeem gelden. Op geen enkele wijze. Is het een falen of afwezigheid van oorzakelijkheid? 2. Wie heeft God gemaakt? Pagina 63 tot 64. Andrews verwijst naar een uitspraak van de Nationale Academie van Wetenschappen, geciteerd in mijn eigen boek op pagina 31, die als volgt luidt: Citaat. De wetenschap kan niet zeggen over het bovennatuurlijke. Het al dan niet bestaan van God... is een kwestie waarin de wetenschap... neutraal is. Einde citaat. Volgend citaat. Stenger is het hier natuurlijk... niet mee eens. Maar hij verschilt hier juist van mening... met de meeste wetenschappers... in plaats van met degenen... die in God geloven. De Nationale Academie van Wetenschappen... vertegenwoordigt niet... de hele wetenschappelijke wereld... Ik ontkracht juist de onoprechte uitspraak van de Nationale Academie van Wetenschappen door de belangrijkste wetenschappelijke groeperingen op te sommen die de gevolgen van voorbeelden onderzoeken, hetgeen toch zeker betrekking heeft op het bestaan van God of het bovennatuurlijke. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews, de wetenschappelijke visies die de Nationale Academie van Wetenschappen uitdraagt worden vrij breed ondersteund door de wetenschappelijke wereld. En dat was mijn punt. Of een onderzoek naar gebed ooit echt wetenschappelijk kan zijn, is een discutabel punt. Stel dat God uit principe besluit om nooit gebed te beantwoorden dat deel uitmaakt van wetenschappelijk tussen aanhalingstekens, onderzoek. Wat betekent dat dan voor de wetenschap in haar bevindingen? 3. Wie heeft God gemaakt? Pagina 66. Andrews is het er niet mee eens dat ik God behandel als een hypothese die getest kan worden. Hij zegt, zonder mij direct te citeren, dat ik suggereer dat God waarneembaar zou moeten zijn. 1. Door wetenschappelijke modellen. 2. Door wetenschappelijke metingen. Met andere woorden, door onze zintuigen en wetenschappelijke instrumenten, en drie, door wetenschappelijke methoden. Vervolgens betwist hij deze beweringen. Omdat ik zulke beweringen nooit heb gedaan, zal ik ze niet proberen te verdedigen. Iedereen die wel eens een boek van mij gelezen heeft, weet dat ik nooit zou zeggen dat een model iets kan meten. Ik zeg alleen dat God geen onderdeel hoeft te zijn van bestaande modellen. En ik maak duidelijk dat als het bewijs erom vraagt, de wetenschap bereid moet zijn om bovennatuurlijke oorzaken erbij te betrekken. Andrews zou moeten waarderen dat, in tegenstelling tot de meeste wetenschappers, ik ruimte laat voor de mogelijkheid dat we misschien niet altijd in staat zullen zijn om alles puur natuurlijk te verklaren. Op dit moment kunnen we dat, maar ik kan niet in de toekomst kijken. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews. Volgens Victor Stinger, citeer ik hem hier en elders niet direct. In dit geval doe ik dat wel. Dat doe ik zelfs direct boven de woorden die hij citeert uit wie heeft God gemaakt. Pagina 66. Maar daarna ga ik verder met het onderzoeken van de logische gevolgen van wat hij schrijft. Gevolgen die juist vanwege hun aard niet direct geciteerd kunnen worden. Ik geloof dat hij niet beweert dat modellen de afwezigheid van God detecteren, maar ik gebruik dan ook het woord suggereert in de zin. En ik denk dat mijn uiteenzetting een goede opzomming is van zijn argument dat modellen, doordat ze geen God nodig hebben, ertoe neigen het niet bestaan van God te suggereren. 4. Wie heeft God gemaakt? Pagina 65 tot 67. Wat betreft het detecteerbaar zijn van God, heb ik nooit gezegd dat we God rechtstreeks moeten kunnen detecteren met wetenschappelijke instrumenten. Wat ik wel zeg is dat de Joorsch-christelijk-islamitische God bepaalde eigenschappen heeft die moeten leiden tot waarneembare verschijnselen. Zo geef ik specifieke voorbeelden van wetenschappelijke resultaten die zouden moeten aantonen dat God bestaat. Zoals bijvoorbeeld positieve resultaten van studies naar gebed en de bevestiging of bekrachtiging van de aanspraak die iemand maakt op het ontvangen van openbaringen. Het feit dat we die verschijnselen niet waarnemen, wanneer dat wel zou moeten, is de basis voor mijn conclusie dat niet onomstotelijk bewezen kan worden dat deze specifieke God bestaat. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews, dit is echt haarkloverij. Er bestaat praktisch geen verschil tussen het wetenschappelijk detecteren van God zelf en de werken van God, de waarneembare verschijnselen. Het eigenlijke en veel belangrijkere probleem is echter dat atheïsten weigeren het bewijs van Gods creatieve werken te aanvaarden als ze het zien, zoals het feit dat leven gebaseerd is op opgeslagen informatie die gebruik maakt van een ingenieuze code en een genetische taal. 5. Wie heeft God gemaakt? Pagina 69 Andrews zegt dat ik beweer dat Elke hypothese wetenschappelijk is. Hij geeft geen citaat en ik herinner me niet dat ik ooit zoiets gezegd heb. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews. Dit is opnieuw iets dat Victor Stenger impliceert in plaats van beweert. Maar het volgt logischerwijs uit zijn standpunt. Als hij inderdaad erkent dat er hypothesen zijn die niet wetenschappelijk getest kunnen worden, moet hij ook accepteren dat de hypothese van het godsbestaan in die categorie kan vallen en dus ontoegankelijk is voor wetenschappelijk bewijs of falsificatie. Weerlegging. Als dat zo is, wat moeten we dan precies met de ondertitel van zijn boek? Namelijk, hoe de wetenschap bewijst dat God niet bestaat. 6. Wie heeft God gemaakt? pagina 69. Andrews noemt zeven stellingen die volgens hem samenvatten hoe ik stapsgewijs tot mijn redenering kom en geeft vervolgens aan waarom die stellingen onjuist zijn. Opnieuw geeft hij geen verwijzingen of directe citaten en ik herinner me ook niet dat ik een dergelijke reeks argumenten heb gebruikt. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews. De reeks argumenten kan worden herleid uit een analyse van wat Victor Stinger wel schrijft, zoals afgeleid kan worden uit mijn commentaar dat aan die reeks voorafgaat. Pagina 69 van Wie heeft God gemaakt: 7. Het is duidelijk dat Andrews mijn argument voor het niet bestaan van God niet begrijpt. Hij blijft maar zeggen dat ik het baseer op het gebrek aan bewijs. Hij begrijpt gewoon niet wat ik met mijn boek probeer te zeggen. Ik baseer mijn argument niet slechts op de afwezigheid van bewijs alleen, maar ook op de afwezigheid van bewijs dat er zou moeten zijn. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews, hier heb ik al op gereageerd. Zie mijn reactie bij punt 4, die begint met Dit is echt haarkloverij. 8. Wie heeft God gemaakt? Pagina 70 tot 75. Hier citeert Andrews mij direct met betrekking tot enkele historische en Bijbelse zaken. Hij gebruikt wat metaforen door elkaar en noemt mij de Don Quichotte van het atheïsme, die enthousiast en misschien te goed de trouw ten strijde trekt tegen de windmolens en onze totaal verkeerde voorstellingen van zijn argumenten. ...met de grond gelijk maakt. Misschien droom ik wel een onmogelijke droom... ...als ik denk dat hoogopgeleide chemici... ...een boek vol oude mythen niet serieus zouden moeten nemen... ...behalve misschien als literatuur. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews... ...een vriendelijke opmerking die ik als zodanig waardeer. Maar het feit dat veel hoogopgeleide wetenschappers... De Bijbel serieus nemen, niet als een boek vol oude mythen, maar als het voertuig van goddelijke openbaring, zou Victor Stinger stof tot nadenken moeten geven. 9. Wie heeft God gemaakt? Pagina 79. Citaat: Dr. Stinger beweert dat het een normaal verschijnsel is: dat complexe biologische systemen zichzelf monteren. Maar dan schiet hij zichzelf in de voet. door als enig bewijs. de terugkerende patronen te noemen. die vaak in de natuur gevonden worden. of door computers gegenereerd worden. Einde citaat. In mijn boek bespreek ik op pagina 62 tot 64. hoe complexiteit uit eenvoudigheid ontstaat. Niet alleen in de biologie, maar in veel fysieke systemen. Het voorbeeld dat ik daar wat uitdiep. Betreft de vorming van spiraalpatronen in de natuur. Op pagina 63 ziet u een foto van een zonnebloem. Een laboratoriumonderzoek met druppels magnetische vloeistof en een computersimulatie laten beide zien hoe dit patroon ontstaat zonder dat het erin geprogrammeerd is. Dat wil zeggen, zonder een intelligente ontwerper. Andrews beweert dat een zich herhalend patroon geen complex systeem is. Hoe noemt hij dan als chemicus de zich herhalende patronen die hij ziet in DNA? Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews. Mijn argument door heel mijn boek heen is dat informatie, de basis van het leven, niet kan worden doorgegeven door zich herhalende patronen. De gebieden in het DNA die worden overgeschreven om eiwitten, RNA's en regelsystemen te vormen. Zie wie heeft God gemaakt, pagina 274, zijn uitdrukkelijk geen zich herhalende patronen, maar vormen veel eer een taal waarin een unieke schikking van de taalelementen, symbolen en woorden tussen aanhalingstekens, gerangschikt worden in semantisch zinvolle boodschappen. Ik behandel dit meer gedetailleerd in hoofdstuk 12 van mijn boek. Geen enkele hoeveelheid zich herhalende patronen kan een taal vormen of informatie doorgeven. 10. Wie heeft God gemaakt? pagina 80. Citaat. Staat Dr. Stingers idee dat eenvoud complexiteit voortbrengt. Niet haaks op Richard Dawkins argument dat God als hij een buitengewoon complex universum geschapen heeft, nog complexer moet zijn dan het universum, en dus hoogst onwaarschijnlijk is. Einde citaat. Dit is wat Dawkins letterlijk zegt. Citaat. Een doelgericht ontwerpende God is onbruikbaar om georganiseerde complexiteit uit te leggen, omdat elke God die in staat is, om wat dan ook te ontwerpen. zo complex zou moeten zijn. dat hij ten aanzien van zichzelf. een gelijksoortige. verklaring eist. Einde citaat. In. God als misvatting. Richard Dawkins. Amsterdam. Nieuw-Amsterdam-uitgevers. 2011. Pagina 123. Het punt dat Dawkins probeert te maken is dat als Dembski. Bihi en hun aanhangers gelijk hebben met hun stelling dat complexiteit alleen kan ontstaan uit een hogere mate van complexiteit, God nog complexer zou moeten zijn en er een verklaring gevonden moet worden voor zijn complexiteit. Maar hij gelooft nog geen moment dat dat het geval is. Ik heb dit persoonlijk met Dawkins besproken en hij is het eens met mijn uitleg van zijn woorden. Niemand heeft beter dan Richard Dawkins kunnen verwoorden hoe complexiteit in de biologie voortkomt uit eenvoudigheid. Dus is het belachelijk te veronderstellen dat hij de ID-visie ondersteunt. Merk op dat als Dawkins zegt dat het bestaan van God technisch onbewijsbaar is, hij het niet oneens is met mij. Ik ben het met hem eens dat wij het bestaan van allerlei goden niet alleen met logica kunnen weerleggen. Mijn argument is wetenschappelijk, niet filosofisch, en verwijst alleen naar een God die de eigenschappen van de Abrahamitische Godheid heeft. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews, het probleem is hier dat Dawkins op verschillende plaatsen in zijn boek van twee walletjes eet. Ik verwees naar passages zoals de volgende waarin hij de argumenten voor de nauwkeurige afstemming of fijnafstelling van het universum verwerpt, zoals beschreven in het boek Zes getallen van Martin Rees. Dawkins zegt, citaat, een God die in staat is om de ideale waarden te berekenen voor de zes getallen, zou minstens even onwaarschijnlijk moeten zijn als de subtiel afgestelde getallencombinatie zelf. En dat is wel heel onwaarschijnlijk. Daaruit vloeit weer voort dat het antwoord van de theist, namelijk dat God eenvoudig is omdat hij een enkelvoudig wezen is, er zoals altijd hoegenaamd niet inslaagt om ook maar enige vooruitgang te boeken in de richting van een oplossing van het voorliggende vraagstuk. Einde citaat. Richard Dawkins in God als misvatting. Pagina 159 tot 160. 11. Wie heeft God gemaakt? Pagina 104. Citaat. Daarna beweert hij, dat is Stenger, zonder duidelijk te maken over welk niets hij het heeft, dat de overgang van niets naar iets een natuurlijke is. Niet één, Waarvoor een handelende entiteit nodig is. Einde citaat. In werkelijkheid besteed ik veel tijd aan het beantwoorden van de vraag die theisten als Andrews altijd stellen. Hoe kan iets uit niets tevoorschijn komen? Omdat zij die vraag stellen, moeten zij ook uitleggen wat ze met niets bedoelen. Ervan uitgaande dat ze dat kunnen, zijn er dus twee, Bestaanstoestanden, iets en niets. De theïst gaat er dan vanuit dat niets de meer natuurlijke toestand is, zodat de overgang van niets tot iets een externe veroorzaker nodig heeft, die wij God zullen noemen. Nu vraag ik dus, waarom zou niets natuurlijker zijn dan iets? Mijn antwoord is. Dat is van Dr. Andrews. Ik denk dat Victor Stenger mijn punt hier niet goed begrepen heeft. Hij en anderen, zoals Stephen Hawking, beweren dat het oorspronkelijke universum uit niets, tussen aanhalingstekens, ontstond als gevolg van kwantumfluctuaties. Maar dat betekent dat niets, tussen aanhalingstekens, fysieke eigenschappen had, dat het een medium was dat bepaalde natuurwetten ondersteunde... en waarin fluctuaties konden optreden. Ik noem deze soort niets ook wel leegte 1. Zie wie heeft God gemaakt, pagina 170 tot 171. Daartegenover duid ik leegte 0... als het niets dat aan het bestaan van het universum... met inbegrip van ruimte, tijd en natuurwetten... vooraf ging en die per definitie geen fysieke eigenschappen kon hebben, omdat het bestond tussen aanhalingstekens in de afwezigheid van een stoffelijk universum. Tenzij het universum geen begin had, dus eeuwig is, kwam het voort uit een leegte nul en kan het dus niet verklaard worden door om het evenwelk fysiek materieel proces. Het geen begin argument. Is natuurlijk de nooduitgang van de atheïst. Maar die positie is in strijd met het experimenteel bewijs en leidt tot enige vermakelijke mentale gymnastiek door Hawking in zijn boek Het Grote Ontwerp, als hij zegt, citaat, het besef dat tijd zich gedraagt als ruimte, betekent dat het begin van het universum werd bestuurd door de wetten van de wetenschap. En niet in gang gezet hoefde te worden door de een of andere god. Einde citaat, pagina 135. Dus, blijkbaar begon het universum toch, maar niet in de tijd. U begrijpt het niet meer, ik ook niet. 12. Victor Stinger vervolgt, citaat. Ik geef voorbeelden uit de natuurkunde waarbij de natuurlijke toestand van een systeem zijn eenvoudigste toestand is. Bovendien, de overgang van eenvoudig naar complex is een spontane gebeurtenis, dat wil zeggen niet het gevolg van een oorzakelijk middel. Een voorbeeld is het van gas naar vloeistof naar vast proces. Dat is de natuurlijke volgorde, en er is een agens. Dat is een middel nodig, namelijk de toevoeging van warmte, om het proces om te keren. Wat amusant dus, dat niets, tussen aanhalingstekens, hoe we het ook omschrijven, eenvoudiger is dan iets. We verwachten dat de natuurlijke toestand iets is in plaats van niets, zodat er dus geen God nodig is. Er zou een agents zoals God nodig zijn om een toestand van niets in stand te houden. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews, Victor Stenger denkt hier echt niet na. Hij zegt dat 1. de natuurlijke toestand zijn meest eenvoudige toestand is. Vervolgens zegt hij dat 2. niets eenvoudiger is dan iets. En tenslotte concludeert hij dat 3 de natuurlijke toestand van bestaan veel eer iets is dan niets. Uiteraard is de correcte afleiding uit 1 en 2 het omgekeerde van 3. Dat is dat niets, zijnde eenvoudiger dan iets, de natuurlijke toestand is. Zijn voorbeeld is ook niet goed omdat de conversie van gas naar vloeistof naar vast. Toch echt op dezelfde manier om actie vraagt, namelijk onttrekken van warmte, als het omgekeerde proces, namelijk toevoeging van warmte. 13. Wie heeft God gemaakt? Pagina 134. Citaat. Feit blijft dat nog dokter Stenger, nog iemand anders, ook maar enig, juist of onjuist, idee heeft. Hoe het universum ontstaan zal kunnen zijn door materiële oorzaken. Einde citaat. Nog Dr. Andrews, nog iemand anders heeft enig idee, juist of onjuist, hoe het universum ontstaat, bestaat of beïnvloed wordt door materiële oorzaken. In twee boeken schets ik met behulp van de wiskunde, op een voor chemici begrijpelijke wijze, een naturalistisch scenario voor het ontstaan van het universum op grond van een gepubliceerd model van James Hartle en Stephen Hawking. En dat model is getiteld Wave Function of the Universe. En dan is er een voetnoot. De twee boeken die Stenger bedoelt zijn The Comprehensible Cosmos, Where Do the Laws of Physics Come From? Vertaling titel De Onbegrijpelijke kosmos, Waar Komen de Natuurwetten Vandaan? En The Fallacy of Fine-Tuning Why the Universe is not designed for us, Vertaling titel: De bedriegelijkheid van fijnafstelling. Waarom het universum niet voor ons ontworpen is. Einde voetnoot. Dit is niet het enige gepubliceerde scenario van een op bekende natuurwetten gebaseerde natuurlijke oorsprong van het universum. Ik zeg niet dat het universum precies zo ontstond als ik het beschrijf, maar dat er genoeg van zulke scenario's zijn uitgewerkt om aan te kunnen tonen dat de huidige wetenschap geen schepper nodig heeft. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews. Ik ben ervan overtuigd dat zijn wiskundige uitwerking klopt, al heb ik dat niet gecontroleerd. Het probleem is dat het model. Als ik het me goed herinner, suggereert dat het veronderstelde multiversum golffuncties heeft met dezelfde pieken en dalen als die van de golffuncties in de kwantummechanica. Wil het scenario kloppen, dan moet het multiversum een kwantumdeeltje zijn. En er is niet het geringste bewijs dat dat het geval is of kan zijn. 14. Wie heeft God gemaakt? Pagina 136. Andrews citeert Sir Roger Penrose. Citaat: Het standaardmodel van de oerknal is algemeen aanvaard. Einde citaat. Andrews denkt ten onrechte dat dit in strijd is met de natuurlijke scenario's, zoals die welke hierboven genoemd zijn. Maar dat is niet zo. De oerknal maakt volledig deel uit van elk haalbaar model voor de natuurlijke oorsprong van het universum. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews. Ik citeer de bewering van Roger Penrose dat, citaat, het standaardmodel van de oerknal algemeen is aanvaard en dat de rest een mengeling is van versiersels en ongebreidelde fantasie. Einde citaat. Alleen maar als waarschuwing voor het gevaar verleid te worden door als wetenschap vermomde speculaties. 15. Wie heeft God gemaakt? Pagina 170 tot 171. Andrews probeert mijn voorstel over waar het universum en de natuurwetten vandaan komen, namelijk uit niets, te ondermijnen. Hij probeert onderscheid te maken tussen twee soorten leegten, waarbij leegte 0 het eeuwige pre-existerende onstoffelijke raamwerk is waarin het fysieke universum begon en dat per definitie buiten het bereik van de wetenschap moet liggen. Hij zegt dat ik die leegte verwar met leegte 1, die zich volledig in het materiële universum bevindt en. Een bestanddeel of onderdeel van de kosmos is, en bestaat uit lege ruimte. Volgens wiens omschrijving. Verder zegt hij dat de natuurwetten gewoon deel uitmaken van de geschapen stoffelijke werkelijkheid. De symmetrieën van leegte 1, als ze al bestaan, dragen dus niets bij aan de verklaring van de oorsprong van de natuurwetten, want zij zijn zelf gewoon een uitdrukking. Of uiting van die wetten. Al dus Dr. Andrews op pagina 171 van zijn boek. Andrews poneert hier de metafysische stelling dat deze leegte nul in de werkelijkheid bestaat. Maar dat kan hij niet weten. Hij baseert zijn stelling op geloof, niet op wetenschap. Hij poneert hier ook de metafysische stelling dat de wetten van de natuur inherent zijn. Aan het universum, deel uitmaken van de geschapen orde die wij wetenschappers ontdekken. Dat kan hij ook niet weten, want er zijn geen wetenschappelijke middelen die hij gebruiken kan om daarachter te komen. Mijn positie is puur wetenschappelijk. Ik verweer mij alleen maar tegen de theologische bewering dat de wetenschap de oorsprong van het universum en haar wetten niet kan beschrijven in zuiver naturalistische termen. Ik toon aan dat we dat kunnen. Wat wij natuurwetten noemen, in het bijzonder die van de natuurkunde, zijn elementen van de modellen die wetenschappers hebben gemaakt om hun waarnemingen te beschrijven. De grootheden in deze modellen, zoals ruimte, tijd en massa, worden operationeel gedefinieerd door hoe ze gemeten worden. Er wordt geen aanname geformuleerd, dat hoeft ook niet, over hun metafysische werkelijkheid. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews, misschien begrijp ik het niet goed, maar bevestigt Victor Stinger hier niet juist wat ik zeg. Hij zegt, citaat, Wat wij natuurwetten noemen, zijn elementen van de modellen die wetenschappers hebben gemaakt om hun waarnemingen te beschrijven. De grootheden in deze modellen, zoals ruimte, tijd en massa, worden operationeel gedefinieerd door hoe ze gemeten worden. Er wordt geen aanname geformuleerd, dat hoeft ook niet, over hun metafysische werkelijkheid. Einde citaat. Mijn eigen punt is dat de natuurwetten simpelweg onze beschrijvingen zijn van de manier waarop het universum werkt. En daarom bestaan ze niet los van het universum. Daarom kunnen de natuurwetten, die dus gewoon beschrijvingen van het universum zijn, niet de oorzaak zijn van het universum op de manier die Victor Stenger en Stephen Hawking voorstaan. Zij zijn het juist die de natuurwetten nodig hebben om een metafysisch universum te kunnen hebben, zodat deze wetten kunnen opereren in de afwezigheid van het universum om dat universum te scheppen met name hawking beroept zich op de wet van de zwaartekracht en de kwantummechanica om de schepping tussen aanhalingstekens te verklaren 16 ik laat zien dat een model kan worden gebouwd waarin een systeem zonder deeltjes of energie beschreven wordt wat wiskundig en in overeenstemming met alle bekende natuurwetten gedaan kan worden, en verbind daar een set coördinaatassen aan, voor ruimte, tijd en andere variabelen die je wilt toevoegen, allemaal operationeel gedefinieerd, en laat daar dan een simpel criterium op los. Je veronderstelt dat het model dat je bouwt niet afhankelijk kan zijn van een specifiek gezichtspunt, tussen aanhalingstekens, van een waarnemer. Als je dat doet, komen bijna alle fundamentele natuurwetten tevoorschijn. Maar om het te kunnen geloven, moet je kijken naar de wiskunde erachter, die tot in detail is uitgewerkt in mijn boek The Comprehensible Cosmos, oftewel de begrijpelijke kosmos. Mijn antwoord, dat is van Dr. Andrews. Ik heb dit model niet bestudeerd, dus ik kan er maar kort iets over zeggen. Als het model materie nog energie bevat, is het moeilijk te zien hoe het model het gedrag kan voorspellen van materie en energie of van de natuurwetten die dat gedrag beheersen. Maar bijna alle fundamentele natuurwetten, waar dokter Stenger naar verwijst, houden zich zeker bezig met het gedrag van materie en energie. Dit is het einde van het boek. Wie heeft God gemaakt? op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews.